Voorzitter, er heeft zich gisteren een ernstige aanslag voorgedaan in Utrecht. Waarbij een man in een tram, hij heeft geschoten op medepassagiers. Er zijn 3 doden en 3 zwaar gewonden te betreuren. Ik leef mee met de slachtoffers en hun naasten. Maar ook met allen die dat daar ter plekke hebben moeten meemaken. Gisteren stond in het teken van het beëindigen van de dreiging en het opsporen van de verdachte. De hoofdverdachte is aangehouden en het gaat er nu om dat alle feiten en omstandigheden in beeld worden gebracht. Het strafrechtelijk onderzoek is op dit moment in volle gang. De betrokkenen is bij justitie bekend. Tot dusver wordt er door het Openbaar Ministerie ernstig rekening gehouden met een terroristisch motief. Andere motieven worden niet uitgesloten en die worden ook onderzocht. In het belang van een onafhankelijke rechtsgang is het zaak dat politie en Openbaar Ministerie alle ruimte krijgen om de feiten en omstandigheden te onderzoeken. Ook met betrekking tot het vrij rondlopen, ook met betrekking tot de achtergrond. Ik kan daar op dit moment juist in het belang van die rechtsgang niet nader op ingaan, voorzitter. Ik wil nog 1 ding ten slotte zeggen. Deze aanslag is een grote schok voor onze samenleving. En het is van belang dat we onze kalmte bewaren en de politie en het Openbaar Ministerie hun werk laten doen. Dank u wel, voorzitter. Wat een schandelijke verklaring van deze minister van Justitie. Hij moet zich kapot schamen om hier überhaupt in de Kamer met zo'n onzinverhaal te komen. We hebben een Turk in Utrecht die, terwijl die Allahu Akbar schreef en nu blijkt in zijn auto ook een papiertje is waar Allah stond en waar hij zijn moslimbroeders steunt, zomaar onschuldige mensen neerschiet. 3 mensen, zelfs mevrouw de voorzitter, vermoord. En het was niet zomaar iemand. Nee, het is iemand die blijkt te zijn vrijgelaten, mevrouw de voorzitter. Die blijkt te zijn vrijgelaten door het gerechtshof, terwijl het Openbaar Ministerie, waar deze minister verantwoordelijk voor is, zich niet heeft verzet. En wat had die man op zijn kerfstok al? Hij had op zijn kerfstok inbraak, diefstal, poging tot doodslag. Hij werd verdacht van verkrachting. En omdat hij zei dat hij zou meewerken, werd hij crimineel, werd hij islamitische terrorist op zijn bruine ogen geloofd en heeft hij een paar weken later op klaarlichte dag mensen neergemaaid. U bent daar politiek verantwoordelijk. En ik zal dadelijk, mevrouw de voorzitter, een debat aanvragen, vandaag nog, en een motie van wantrouwen tegen deze slappe minister indienen. De minister. Voorzitter. Als gezegd, de feiten en omstandigheden in deze zaak, daaronder behorend het feit dat de betrokkenen een justitiedossier had, maar ook alle andere omstandigheden die worden gerelateerd, zullen in het onderzoek verder aan de orde komen. En het kabinet zal, zo heb ik al gezegd, daar ook zonder meer, wanneer dat strafrechtelijk onderzoek op een punt is gekomen dat dat mogelijk is, verantwoording afleggen aan uw Kamer. En ik denk dat het op dit moment in het belang van de zaak is om nou juist onze kanten daarover te bewaren en dat onderzoek niet in de weg te zitten. De heer Wilders. Ja, voorzitter, dat is natuurlijk in het belang van deze minister. Deze minister die het allemaal onder het tapijt probeert te schuiven. Deze minister die het over de verkiezingen heen wil tillen. Maar uw eigen Openbaar Ministerie heeft net publiek gemaakt. Zelf publiek gemaakt. Het zijn dus feiten waar ik het over heb. Dat hoeft niet onderzocht te worden. Dat de man nogmaals een strafblad had van hier tot Tokio, van verkrachting tot poging tot doodslag, van inbraak tot diefstal. En dat ze hem hebben vrijgelaten op 1 maart, omdat hij beloofde mee te werken aan het persoonlijkheidsonderzoek. En in plaats dat hij dat deed, mevrouw de voorzitter, kocht hij een wapen. Laadde die het wapen. Ging die op maandagmorgen naar de wijk Kanaleiland, waar ik zelf 10 jaar gewoond heb. En ging die in de tram, ging die lukraak, want de slachtoffers hadden geen enkele band met hem. Dus niks eervraag of familie of relatieproblemen. En schoot die onschuldige mensen dood. Omdat het OM hem heeft vrijgelaten. En u bent er verantwoordelijk voor. En u moet opstappen. Wegwezen. Voorzitter, het is juist dat het Openbaar Ministerie een aantal feiten publiek heeft gemaakt. Er is dus ook niet sprake van het onder het tapijt vegen. En ik benadruk nogmaals dat het kabinet voor deze afschuwelijke gebeurtenis en wat daar mogelijk aan vooraf is gegaan, maar ook voor de verdere afwikkeling daarvan, volledig en in open transparantie naar uw Kamer verantwoording zal afleggen.